Ja, deze vrijdag werd Richard de Mos door de rechtbank in Den Haag vrijgesproken. Vrij van corruptie, stemfraude, mijneed. De rechter liet geen spaan heel van de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie. En de grote vraag is nu, hoe verder? Voor Richard de Mos zelf en natuurlijk ook de politiek in Den Haag. Hier aan tafel, man of the hour, Richard de Mos. Meneer de Mos, welkom. Ja, fijn dat u bij ons bent. Na 3,5 jaar vrijspraak, heeft u een kater? Een vrolijke kater. Zeker. Het is vrijdagavond ook wel even een feestje geweest met Intimie. Ja. En dat was ook logisch. Als natuurlijk 3,5 jaar lang met een kanon om een arme mug wordt geschoten. Ja, dan doet dat wat met mij als mug zijnde. Ja, en ja. Dat het dan nu uiteindelijk allemaal achter ons ligt met een klip en klaar vonnis. Ja, dat is ontzettend fijn. Ja. Ook voor de stad. Ja. Ziet u dit als een overwinning voor uw manier van politiek bedrijven? Ja, de ombudspolitiek is helemaal vrij gesproken. Sterker nog, de rechter heeft in zijn vonnis gezegd dat het een politiek is met goede bedoelingen. En ook een politiek wat de stad Den Haag verder kan brengen. En bovendien een politiek wat mensen naar de stembus brengt. En zeker in wijken waar het vertrouwen in de politiek weg is, ja, daar is mijn aanhang het grootst. Ja, de rechter zegt dat, hè. U bent vrijgesproken. En toch heeft u 3,5 jaar in complete stress gezeten, kan ik me zo voorstellen. Ja. Had u, met de kennis die u nu heeft, dingen anders aangepakt? Nou, met de ombudspolitiek voor geen millimeter. Ik heb ook 3,5 jaar lang geroepen dat ik heilig geloof in mijn onschuld. Ik heb ook steeds gezegd dat ik een rotsvast vertrouwen heb en had in de uitspraak. En gelukkig hebben we kunnen zien dat de uitspraak ook niet alleen zegt er zijn geen bewijzen. Maar de uitspraak zegt ook dat de ombudspolitiek compleet onschuldig is. Ja, dus u had niks anders gedaan? Nee. Nou, u zei een paar jaar geleden namelijk wel in het FD van ja, misschien heb ik te veel petten opgehad. Misschien had ik niet zelf wethouder moeten worden of eerst de partijen moeten proberen te professionaliseren. Zou dat geholpen hebben, denkt u? Nou, dat zijn natuurlijk andere dingen. Ik heb de vraag of de ombudspolitiek, daar verander ik geen millimeter aan. Nee, precies. U zei dus de soort politiek had u niet veranderd. Nee, maar de partij is een hele jonge partij. Die is ontstaan op een zolderkamer. En die is heel snel gegroeid. Dus die ombudspolitiek sloeg aan. Alleen heel veel moest Richard de Mos zelf doen. Richard de Mos deed de funding zelf. Richard de Mos moest verkiezingsprogramma schrijven. Richard de Mos moest de mensen opleiden. Wij krijgen geen subsidie anders dan landelijke partijen. Dus het kader heb ik zelf opgeleid. Ja, de petten die waren er veel. En als ik er nu een paar aan de kapsel kan hangen, zal dat heel mooi zijn. Ja, precies. Je zei het al, hè, van u was een lokale partij. De rechter zei dat ook. Er waren eigenlijk gewoon geen regels, dus u kon ze niet overtreden. Nee. De vraag is natuurlijk, moeten er regels komen, wat u betreft? Jazeker. En die moeten dan ook voor alle partijen gelden. Jarenlang is gevraagd van, ja, waar betaalt Richard de Mos en die partijen zijn campagne van? Ja, dat doen wij met de ondernemers. D66 krijgt 1 miljoen. Ja, daar wordt dan niet gevraagd, waar betalen ze de campagne van? Wij krijgen geen subsidie nu nog, anders dan landelijke partijen. Dus voor het opleiden van kader, voor een jongerenbeweging, daar krijgen landelijke partijen allemaal geld voor. Ja. En wij moeten iedere euro die wij spenderen aan onze campagne, die moeten wij zelf ophalen. En gelukkig lukt dat heel goed, want ook nu wordt de donatieknop weer veelvuldig gebruikt. Maar daar moeten we wel keihard voor werken. Ja, het gaat natuurlijk niet alleen over de giften op zichzelf, maar ook over de transparantie daarbij. Ja. De rechter zei namelijk ook, hij zei van alles, maar hij zei, niet kan worden ontkend dat dergelijke steun op zichzelf al politieke invloed met zich mee kan brengen. Ja. Transparantie is daarom belangrijk, zodat politieke controle met zich dat politieke controle kan plaatsvinden. Dus als ik de rechter goed hoor, zegt hij, ja, het mag, want er zijn geen regels. Maar het had wel wat transparanter gekund. Gaat u dat dan ook doen? Nou, misschien wijst hij naar andere partijen. Wij hebben de hoofdletter T van transparantie in ons vaandel staan. Het was een vonnis over uw zaak. Dus. Nee, donateurs staan bij ons op de bus. Ja. We hebben moties ingediend over individuele zaken, waarvan de rechter ook zegt, daar in de raad, daar heeft een partij erop aangeslagen destijds, de SP. En in de raad moet dat debat plaatsvinden. En wij zijn bereid om volledig transparant te zijn. Want wij hebben ook in 2018, toen wij toetraden tot het college, hebben wij onze financiën transparant gedeeld met alle andere partijen die aan tafel zaten. Dus ook nu weer? En ook nu willen we dat doen, natuurlijk. Ja. Transparantie is geen enkel probleem, maar dan wel voor alle partijen. En niet alleen dat de lokale partij de verantwoording moet afleggen. En ik hoop ook met nieuwe regelgeving dat alle partijen dat moeten doen. En dat het gelijke speelveld voor alle partijen hetzelfde is, ook voor lokale partijen. Ja, oké. Dus transparantie wat u betreft, en u gaat het ook doen, zegt u. Er komt een wet aan, duurt nog wel even. Ja. Hè? Dus ja, de vraag is of u tot die tijd al die transparantie dan gaat Ja, dat doen we al. Op onze website maken wij ieder jaar de cijfers van de vereniging bekend. Wat er inkomt, wat er uitgaat. Dus die transparantie is er al. Van wie dat komt? Dat hoeft nu nog niet, maar daar komt wetgeving voor aan. Gaat u dat doen tot die wetgeving? Als de wet er is, dan moet het. Ja, en wat ik net al zei, we hebben de donateurs die dat wilden, hebben we gewoon bij ons op de bus gezet. En dat waren de meesten. Ja.
En dankzij deze zaken zijn de overige donateurs ook bekend geworden. Ja, we weten ze allemaal inderdaad. Ja, die wet, hè, lokale partijen, daar staat in. Lokale partijen moeten anonieme giften vanaf €50... die moeten geregistreerd worden. En giften vanaf €200 moeten openbaar gemaakt worden. Vindt u dat een goed idee? Ik vind het een heel goed idee als dat voor landelijke partijen dan ook gaat gelden. Want daar gaat het gelijk in speelveld. Maar is die grens iets hoger bij? Ja, en dat is natuurlijk raar. Kijk, lokale partijen is een derde van de kiezers stemt bij de gemeenteraadsverkiezingen lokaal. Het zijn landelijke partijen die deze wetgeving in elkaar hebben gekunsteld. Ja, en daar zie je weer dat lokale partijen er bekijkt van afkomen. De subsidie is minder voor lokale partijen en de regels voor lokale partijen zijn strenger. En dan ga je al met je gelijke speelveld. En dat is een verkeerd iets. Ja. We gaan even naar Den Haag. Even vooruitkijken. Zeker. Want u heeft gezegd de afgelopen dagen, ik wil terug in het college. Ja. Ja, uw collega's van D66 reageerden daar als volgt op. Laten we even kijken. Wat ons betreft heeft het college wat er nu zit gewoon steun vanuit de raad. Meerderheid vanuit de raad. Ook in de verkiezingen hebben we als coalitiepartijen gewonnen. Dus ja, wat ons betreft gaat het om wie heeft de meerderheid. En werken we graag samen met de Bos. Maar aanschuiven in de coalitie is voor u geen optie. Of het openbreken van deze coalitie, begrijp ik. Wij denken dat de stad vooral gebaat is bij het uitvoeren van het huidige akkoord. Heeft u er inmiddels al gesproken? Ik heb er nog niet gesproken. Ik heb er heel kort op de gang wel even gezien. Maar we hebben nog niet over de inhoud gesproken. Mm-hmm. En daarin heeft ze me gefeliciteerd met vrijspraak. Ik vond deze reactie wat vreemd. Want D66 is natuurlijk op oneigenlijke gronden hebben ze een coalitie gevormd. Ze hebben na de verkiezingen van vorig jaar, waar mijn partij wederom de grootste van de stad is geworden, hebben ze onze partij uitgesloten op basis van deze zaak. En dat is een oneigenlijk iets, want ik ben vrijgesproken. Ja, en daarmee wil ik het gesprek aangaan met de coalitiepartijen. Er hoeven geen partijen weg. Maar wij moeten er zeker bij als grootste partij. En dan doe je de D van Democraten 66 eer aan. En anders lijkt het meer op Dictator 66 als je dat niet doet. Denken alle coalitiepartijen er zo over, denkt u? Ik heb gelukkig openingen gevonden. Ook de premier Rutte heeft gezegd bij de lokale media vlak na de verkiezingen dat hij vond dat de grootste partij aan tafel moet zitten. Dus ik hoop dat de VVD zich ook aan de woorden van de premier houdt. Er ligt nu een nieuwe situatie, namelijk dat ik ten onrechte met collega Kanawi het wethouderschap ben verloren. Dat wij ten onrechte uit het college zijn gekieperd. Ja, dat moet worden gerepareerd. Dus dat moet wel nu de partij krijgen waar het in merendeel op gestemd heeft. Ja, we hebben zelf ook natuurlijk even rondgebeld, hè, in Den Haag. En de VVD zei verbaasd te zijn over de stelligheid van D66. Het klinkt als een opening. Ja, en het is ook een opening die niet meer dan terecht is. Nogmaals, op oneigenlijke gronden is deze coalitie gevormd. Mevrouw Van Doorn die zegt dat de coalitie gewonnen heeft. Nou, er is één partij in de coalitie die twee zetels erbij heeft gehad. Dat is D66. Dus ook die moeten aan tafel. Mijn uitgestoken hand is ook niemand eruit, maar wij wel erbij. Ja, laten we daar gewoon over gaan praten met elkaar. Niet meer dan normaal na deze uitspraak. En wat gaat u doen als ze blijven blokkeren? Ja, dan wordt het oppositie voeren met scherpe messen. En dan gaan we toch naar een D66, wat ook bij de volgende verkiezingen dan niet mee gaat besturen. We hebben gezien dat de halstarrigheid van D66 in de provincie ertoe heeft geleid dat ze in geen enkele provincie meer aan tafel zitten. Ja, ik zou zeggen, die nieuwe bestuurscultuur, een beetje vaart maken ermee. En heel snel met Hart van Den Haag in gesprek. Nou ja, u bent de grootste oppositiepartij natuurlijk in de gemeenteraad op dit moment. Ja, dat is best lekker. Ik kan me voorstellen, ja, u zit liever volgens mij in de coalitie. Zeker. Dus. De raad heeft de macht om wethouders te ontslaan. Ja. Is dat de stap die u gaat nemen? Nou, ik wil het vooral eerst politiek positief aanvliegen. Want we kunnen natuurlijk volop de aanval openen. Dat wil ik helemaal niet. Ik vind dat wij erbij moeten. Gelukkig krijg ik ook steun. Houdt hem nog even in de zak. Nou, ik wil gewoon het gesprek aangaan. En ik vind deze opening die mevrouw van D66 net had geen goede opening in ieder geval. Dus die toon moet gematigd worden. Zeker ook omdat ze ons in de verkiezingstijd echt beschadigd hebben. Ze hebben echt gezegd dat wij een corrupt boevennest zijn en dat er met een partij geen zaken wordt gedaan waar zware verdenkingen boven hangen. Nou, die zware verdenkingen zijn weg. En daar moeten we dus nu over gaan praten met elkaar. Ik probeer een beetje bij uit te vlooien wat oppositie voeren met scherpe messen betekent. Nou, dat gaan we doen als de opstelling van D66 zo blijft. En als wij niet toetreden tot de coalitie, wat gewoon moet gebeuren. En ik heb hoop op dat partijen als de VVD, als de Partij van de Arbeid, CDA en GroenLinks een andere toon aanslaan. Er hoeft maar één partij de stekker eruit te trekken en de coalitie is er niet meer. Ja. Ja, en ik ga ervan uit dat partijen het belangrijk vinden om het vertrouwen in de politiek te herstellen. We hebben allemaal de mond vol van polarisatie. We vinden dat heel zorgelijk. Ja, dan zou je de grootste partij op basis van valse verdenkingen die vrijgesproken is nog steeds uitsluiten. Ja. Doe dat nou niet.
Niemand hoeft weg, maar wij moeten er zeker bij. En laten we daar het gesprek over voeren. Duidelijk. Is er nog iets dat u verwacht van uw burgemeester, Jan van Zanen? Ik ga deze week een kop koffie met hem drinken. En dan gaan we ook de vrijspraak duiden. En dan ga ik dat gesprek met hem aan. En dat zullen we de komende tijd bekijken, wat ik dan verwacht. Ik hoop ook dat hij stelling zal nemen. Dat het heel vreemd is dat de grootste partij is buitengesloten op die oneigenlijke gronden. Ja, dat zal uw inzet zijn. Zeker. Ik wil even naar de volgende partij waar u nog een appeltje mee te schillen heeft. En dat, of dat, misschien het OM. Het Openbaar Ministerie zei vanmorgen bij monden van Gerrit van den Burg, dat is de hoogste baas, wij gaan goed naar het vonnis kijken. We zijn namelijk niet over één nacht ijs gegaan. Ja. En ze overwegen dus misschien een hoger beroep. Ja. Wat doet u dan? Nou, ik vond het ook heel raar wat meneer van den Burg ook nog zei. Namelijk dat hij begrijpt dat ik boos ben. Nou, ik wil met helemaal niemand appeltjes schillen. Ik wil de stad Den Haag weer op de kaart zetten en politiek verder gaan. Maar ik vond de opmerking dat hij zei dat ik dus begrijp, dat hij begrijpt dat ik boos ben, een hele vreemde. Als jij vindt dat de rechter 180 graden anders denkt dan het OM. Ja, dan moet je niet boos zijn op een crimineel, op iemand, een leider van twee criminele organisaties. Dan is die boosheid heel raar. Dus ergens begrijpt de heer van den Burg dat OM gewoon een flater geslagen heeft. Mm. En ik hoop ook dat ze niet een hoger beroep gaan. Niet voor mij, maar voor de stad Den Haag. Wat deze gaat u doen als ze dat wel doen? Verwacht u daarin iets ook van nou, misschien politiek Den Haag? Ja, dan moeten we bekijken als daar dat zo is. Ik ga ervan uit dat ze het niet doen. En ik doe ook een oproep aan het OM om het niet te doen. Omdat de stad Den Haag 3,5 jaar lang politiek een zwaard van Damocles boven het hoofd heeft gehad. Mm. Ja, en dat zwaard moet nu gewoon weg. De democratie heeft enorme diepe wonden in Den Haag. Ja, laten die nou eens gaan dichten. En dan kan het OM een hele positieve bijdrage aan. Gaat u schadevergoeding vragen? Daar ben ik nu helemaal niet mee bezig. De mooiste schadevergoeding zal zijn als Hart van Den Haag weer terugkeert in het stadsbestuur. Dat is voor mij het belangrijkste. Dat is voor mij ook de drijfveer om in de politiek te gaan. De mooiste stad van Nederland nog mooier maken. En dat is voor mij de hoofd. Maar de ondernemers die bij u betrokken zijn geweest, hebben wel degelijk ook schade geleden. Er zijn hypotheken opgezegd, er zijn mensen ontslagen, er zijn bedrijven failliet gegaan. Gaan zij voor schadevergoeding vragen? Nou ja, die ondernemers zijn mondig genoeg om dat zelf te gaan doen. Ik weet niet, we hebben daar nog niet over gesproken. Ik zelf ben er helemaal niet mee bezig geweest. Ik ben met één doel bezig geweest, dus mijn partij de grootste maken. Dat is gelukt. En nu moeten we heel snel zorgen dat die mooie partij Hart voor Den Haag terugkeert in het college. Ik wil tenslotte nog even weten, u heeft eerder gezegd dat u vertrouwen in de rechtsstaat geschaad was door deze affaire. Zeker, zeker. Is het dan nu ook weer hersteld? Zeker. Ik ben blij dat er een rechter is geweest. Dat geldt voor mij persoonlijk. Er zijn in Nederland nog steeds dingen waar het OM waar je wenkbrauwen van gaan fronsen, laat ik het zo zeggen. Dat heb ik ook gedaan met deze zaak. Ik heb nu spraakwater tekort gehad om bij de verhoren te vertellen hoe het in elkaar zat. Ja, daar zijn ze helemaal niet geïnteresseerd in geweest. En dat zegt de rechter ook in zijn vonnis. Het is een tunnelvisie geweest. En dat vind ik heel jammer. En ik hoop dat het OM daar lering uit trekt. Ja, we gaan het volgen, meneer De Mos. Dank u wel. Graag gedaan. Ja. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet je dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.